Het ministerie van Openbare Werken die heeft er vandaag tractoren in ontvangst genomen, welke zijn aangeleverd via SEMC, via een openbare aanbesteding. TBN, Prime Alert, sprak er hierover met de minister die het aangeeft dat het niet zal, dat er niet alleen zal blijven bij de tractoren, maar er zullen met de weinige middelen die er zijn, zegt de minister, heel wat andere zaken aangeschaft worden. En dit is wat de minister zegt toen hij bedoelde met dat het volk geduld moet hebben, want langzaamaan worden de zaken gekocht om die gemeenschap dan hiermee te dienen. U hoort OW-minister Riyad Noor Mohammed. Nou, dit zijn maaitractoren. Zijn vooral om de bermen te gaan maaien en kanalen te gaan maaien. U weet, het is een veel geklaagd. Jarenlang achterstallig onderhoud in veel buurten, districten. En dit is een van de initiatieven, of dit is ook wat ik voorhoud als beleid in het parlement, dat we step-by-step investeringen gaan doen in zwaar materieel. U herinnert in 2020, toen ik al waren er geen tractoren. U herinnert dat taxis op de weg Albinen als dingen gingen klagen over hoekpunten. Toen had ik beroep gedaan op iedereen in 2020, doe alsjeblieft zelf, omdat wij niets hadden. Geen geld was achtergelaten en er was geen materieel achtergelaten. 2021 kwam er plotseling een beetje rust en we hadden wat middelen op de begroting en toen hebben we de primaire wegen uitbesteed aan aannemers. En toen hebben wij ook beslist, omdat u weet, de woonbuurten worden nog steeds niet gedaan. Sommige wegen, waar u woont misschien, waar anderen wonen, ziet u zien dat die secundaire tertiaire ook niet gedaan worden. Wie moet het wel doen? Wie ga ik daar vragen als niemand woont? Dus, en we kunnen ook niet verder aanbesteden, want we hebben ook geen geld. Toch, we hebben net een beetje geld voor aanbesteden, want je wil de particuliere sector ook niet dood laten gaan. Laat me dat duidelijk zeggen. We willen ook hebben dat particulieren gaan werken, bedrijven opzetten en dergelijke zaken. Dat wilden we ook hebben. Dus is het besluit genomen dat het ministerie van OW ook gaat investeren in eigen materieel, omdat soms, ik geef een voorbeeld hoor, soms is er een event, soms is iemand overleden, dat wil je hebben, of jarig, dat wil je hebben, doe de weg snel, maaien, egalite, dat hebben we niemand. Dat is één reden. En de tweede reden is, wij gaan als OW de rest van de buurten en straten dan zelf oppakken in eigen beheer. Het is belangrijk dat je soms materieel in eigen beheer ook hebt. En zoals, dus als ik het goed begrijp, er is een openbare aanbesteding geweest. Natuurlijk. Het heeft wel een jaar geduurd. U kent de procedure bij de overheid heel omslachtig. Maar na een jaar is de bestelling geleverd. Ja. En om hoeveel tractoren gaat het en wat is het bedrag? We zijn gestart, dus het beleid wat materieel betreft is, loopt voor kleine apparatuur vrij makkelijk. Laat me u simpel zeggen, we zijn hier in de tuin van het paleis, van DNA, etc. En hier was het initiatief gekomen dat toen ik kwam, toen ik gelijk opdracht heb gegeven om kleinschalig apparatuur te kopen voor onze openbaar groenwerkers. Dat waren simpele dingen als boomsnoeien, de zaagmachines, blowers, hegzagers. U ziet hoe mooi de tuinen hier nu in zitten, omdat het allemaal machinaal gebeurt. Brushcutters voor alle districten. En dat is natuurlijk niet genoeg. Elk jaar kopen we. Dat was klein materieel. En nu hebben we nu gaan we over naar zwaar materieel. U weet, nummer 1, nummer 2, wegen en bermen. Dus vorig jaar heb ik dan een nieuwe grader gekocht. 1 vanwege de begroting, kon ik maar 1 kopen. Die zetten we nu in heel Suriname. Maar is net een speld ten opzichte van de wegen die we hebben. En dan hebben we dit jaar de 2 maaiers gehad. Die zullen dus nu ingezet worden en dan zal vooral de woonbuurten zullen verlichting zien. Die zullen zien, OW werkt nu ook nog meer. Nou, we hebben al gewerkt, maar nu gaan we zichtbaarder zijn. De volgende partij materieel die geleverd moet worden, meneer Ganes, zijn dus nog meer graders, nog meer maaiers, trucks. Want er zijn heel veel mensen die klagen als we met onze pokline een materiaal weghalen uit de goot, dan blijft het ontwerp. Ja, omdat we geen truck hebben. Is zo simpel als het is. Huren kunnen we niet. Dus besluit, dan gaan we een truck kopen. Dan houdt het op. Dan kan het materiaal afgevoerd worden. Zo simpel is dat.
En er komen ook nog kleine moderne equipments. Dat is de volgende partij. Dan gaan wij kijken of we in evenwicht kunnen zijn, dat we iedereen in het land kunnen helpen. Zo niet gaan we volgend jaar door met de investering. Ja, en zoals ik dat aan u net vroeg, wat is het bedrag dat hiervoor geallockeerd is? Nou, voor die maaiers was ongeveer 2 miljoen SRD. De grote investeringen die we nu gaan doen zitten in de orde van 30 miljoen SRD. Dus we moeten keuzes maken. Al wil ik meer, we gaan even keuzes moeten maken. Maar gevarieerd, zodat we een beetje overal kunnen, overal een behandeling kunnen geven. De nadruk ligt dus nu op wegen en dingen. Maar er zijn ook interne dingen gedaan, laat me dat ook even zeggen hoor. Intern ben ik ook gaan investeren bijvoorbeeld voor reparatie van voertuigen. Hebben wij sleepwagen gekocht? Want we hadden geen sleepwagen. Wij hebben, wel tweedehands hoor, wij hebben gekocht, om in de lucht te gaan om bomen te snoeien. Hebben we gekocht tweedehands. Wij hebben een eigen lift gekocht om de auto's omhoog te liften, zodat we zelf service kunnen doen. Dus intern moet ik ook zeggen, hebben we wat materieel gekocht om deze dingen beter te gaan onderhouden. Dus het was in feite een ministerie zonder niets? Het was een ministerie toen ik kwam in 2020. Een leeg gebouw was er, met inhoud, maar geen middelen en geen materieel. Met nul cent, hebben we alles opgestart. Heel jaar. En ik heb steeds een beroep gedaan op de gemeente om geduld te hebben. Vorig jaar heeft men verlichting gezien. Poklines hebben ook wat goten en kanalen opgehaald. Dit jaar, 2023, gaat men meer verlichting zien. Dan gaat men de zichtbaarheid van OE nog meer zien. Toch? En dat doen we met de weinige middelen die we hebben op de begroting. Ben ik wel in staat eigen materieel te kopen. Dus dat zou ik net ook vragen, minister, waar u steeds aangeeft op verschillende momenten geen geld te hebben. Hoe bent u dan hieraan gekomen om dit toch aan te schaffen? Ja, dat kan alleen als je deskundig bent. Niet als je populistisch bezig bent. Alleen deskundigheid, praten, want dit doe ik niet alleen, in overleg. Natuurlijk weet ik wat ik wil, maar in overleg, want ik ben straks weg. Wie blijft over? De directie en de ambtenaren. Ze moeten op dezelfde manier kunnen denken zoals ik denk. Toch? En dan leg ik uit. Wil je een, deze auto? Prado voor jezelf? Of zullen we een grasmaaimachine voor het volk kopen? Dat is de uitleg die ik geef. Als het groen licht is, dan gaan we over tot die bestelling. Inderdaad. Toch? Deskundigheid is het en geen populistisch beleid zoals de voorgaande regering. Maar de Gennis, je moet weten dat de voorgaande regering 2015 40 tractoren had gekocht. Waar zijn die tractoren? Als ik maar 2 had op het ministerie van OE, had ik dit probleem vandaag niet. Dan hadden we alles gemaaid, heel Suriname. Waar zijn die 40 tractoren gegaan? Dat, meneer Ganes, noem je friends and family. Dat is friends and family. Niet wat mij hier in het parlement geldt. Dit is friends and family. No? Er waren ook zoveel poklines. Waar waren die poklines? Allemaal teruggehaald. Dat was friends and family beleid. U kent de grote bussen, de Isuzu bussen, 30 personen bussen. Toen ik kwam, de helft verdwenen. We hebben alles teruggehaald. Alle bussen hebben we gevonden. Dat is wat je noemt friends and family beleid. Middelen van de staat uitgedeeld zonder overeenkomst, etc. Ik moest overal gaan zoeken in het bos, ondergrond, bovengrond. Dat is wat is gebeurd. Maar goed, we hebben alles gevonden. De rest loopt via de rechter om te onderzoeken. Vooral die tractoren wil ik een antwoord een keer hebben. Ja, alles voor de friends and family gegeven. Antwoord een keer hebben op die dingen. Maar wij starten met nul SRD. En die gemeenschap ziet dat ook. Dat met heel veel moeite, met negatieve, met wijs besluit, wij die verlichting gaan brengen. De president zegt vaak het land redden. Dat is redden van Suriname. Met niets ziet u wel hoe verstandig wij bezig zijn. Step by step. En volgend jaar 2024 ga ik kijken waar is de nood nog groot. En dan gaat er ook oplossing daarin komen. En u zelf als minister hebt aangegeven dat men zal maaien. Hoe zal dan de prioriteitsgebieden, hoe zal de prioriteit worden gegeven? Ja, er is bij het ministerie, zeker het directoraat Openbaar Groen, een lijst van primaire kanalen, primaire wegen,
waar als eerste veilig moet zijn. Natuurlijk, als je niets hebt, kan je niets doen. Dus we zijn daarmee begonnen. Die hebben voorkeur. Dat zijn vooral de hoofduitvalswegen. Nu, met onze eigen investeringen, kunnen we gaan om meer primaire wegen te doen, want we konden niet allemaal doen. Misschien is er 25% nog dat gedaan moet worden. We gaan dan die afronden, in ons pakket meenemen en gaan naar secundaire wegen. Als we de secundaire wegen kunnen tackelen en het lukt, als het niet lukt, dan gaan we volgend jaar meer investeren om te komen naar tertiair en secundair volledig. Zoals we vroeger hadden, ben ik ineens 50 jaar terug, hadden we dat die maaiers kwamen huis aan huis. Maar ik heb na 50 jaar nooit meer dat gezien. En dat is ons doel, om zoals 50 jaar terug, die maaier tot de tertiaire wegen te kunnen krijgen. Dat is één strategie. Toen, in die tijd van 50 jaar terug, kenden we geen broeskotters. Dat systeem van broeskotters, moderne technologie, is EMAS technologie, zetten we ook landelijk in. Vanaf Nikeri tot Marwijnen ziet u verschillende ploegen met broeskotters werken. Nou, dat systeem gaan we doordoen. Verder opvoeren om te helpen in de verschillende soorten. Dus dat gaat er goed uitzien. We hebben nu ook onze eigen heister om bomen te zagen. Bomen zijn nooit gezaagd. Niemand vond het belangrijk, maar wij vinden het wel belangrijk. Dus vanaf nu kunnen we ook bomen zagen omdat we ons eigen equipment hebben. Onze eigen tools. En wat we nu gaan kopen zijn ook de... Je weet, er is veel zand op de asfaltwegen. We gaan ook een machine laten halen omdat... via lokale bedrijven. Maar dat had het ministerie toch al? Ja, maar die waren van China. En als ze kapot zijn, dan ben je afhankelijk. Na 10 jaar heb je geen onderdelen. Maar die waren allemaal ook kapot. Dus ik heb alleen maar kapotte dingen gezien. Je kan niet onderhouden. Dus ik heb nu afspraak gemaakt dat lokale bedrijven die dingen moeten importeren. Die straatvegers. Voor ons. Juist. Straatvegers, zuigers en zo. Zodat we gegarandeerd zijn van de onderdelenvoorziening. En dat ze ook gaan investeren. Maar ook andere particuliere bedrijven gaan investeren. Dus als er een markt hier ontstaat, staat via onze lokale bedrijven. Je weet, die bedrijven die geweldige auto's verkopen. Laat ze ook dit soort kleine equipments aanbieden. Dan gaat er een markt ontstaan. Want particulieren gaan ook kopen.